Amazing, amazing, amazing. Hey iedereen, vandaag heb ik deze look gemaakt met de Bossmood Palette van Morphe. Het is vandaag een Get Ready With Me, dus ik ga niet eens over de productjes babbelen, maar een beetje over mijn leven en zo. En waarom ik de laatste weken niet zo actief geweest ben. Dus ja, als jullie dat allemaal willen weten en willen weten hoe ik deze look gemaakt heb, blijf dan zeker kijken. Vergeet ook niet van te subscriben en op de notification bell te drukken, zodat jullie altijd een melding krijgen van mijn filmpjes. Dus als jullie nog extra vraagjes hebben, vergeet niet van dat beneden in de comment te zetten. Dus without further ado. Ik weet het een tijdje geleden is dat ik nog een video heb gemaakt, maar ik heb zo mijn redenen. Daarover wil ik eigenlijk praten in deze video. Ik dacht van een soort khaki look te maken vandaag. Dit is in mijn oog. Omdat dat zo mooi past bij wat ik aan heb. En ik heb mijn nagels ook in zo'n kleurtje gelakt. Ik dacht aan een soort olijfkleurige look. Ik heb eigenlijk deze video gisteren al proberen op te nemen, maar de universe was niet aan het meewerken met mij. Eerst waren er problemen met mijn SD-kaart. Er waren problemen met mijn camera die constant uitviel omdat die oververhit was. Het is echt, it's been a struggle. Maar hey, I'm back. En mijn haar ziet er misschien niet zo dinderend uit. Maar ik heb dus deze spray daarin gedaan. Het staat allemaal in het Italiaans op, dus doe geen moeite als je geen Italiaans kunt. Het is basically een organic rozemarijn spreken voor op je gezicht of op je haar. Het is geweten dat rozemarijn haargroei bevordert. En ik heb nogal veel stress gehad de laatste tijd, dus daar had ik wel een beetje nood aan. Ik moet wel zeggen, it smells. Als je deze cheap zou willen doen of zo, is het essentieel om rozemarijnolie kopen. En dan kun je dat bijvoorbeeld in je shampoo doen of zo. Dat helpt ook. Maar ja, deze was iets dat ik graag wil proberen, omdat ik sowieso al haargroei bevorderende shampoos en zo heb. Als je daar ooit een video van wilt, dan comment below. Maar we gaan nu dus mijn gezicht een beetje omtoveren, want dat ziet er niet zo dinderend uit. Ik ga dit aan doen. Kijk een keer hoe cute. Catwoman als ik ben, moet ik daar wel echt alleen. Ik zag dat en ik had iets van girl, dit moet ik wel hebben hoor. Oké. Okay. Zo ongeveer dat er straks was, hoop ik. Anyways, let's begin. Eerst en vooral, dit is mijn favoriete dagcrème. Dat zal altijd zo blijven, denk ik. Zolang dat ik een beetje een vettigere huid heb en grotere poriën. Dit is een nieuw pakketje dat ik heb gekocht, want deze is basically leeg. Het is van Lavera en het is matterend en het balanceert ook een beetje. Dat wil zeggen dat het je huid rustiger maakt, dat dat niet keiveel sebum gaat produceren of zo. Het is echt mijn fave. En het kost echt niet veel. Lavera is een Duits merk trouwens. En het is vegan en cruelty free en ook met bio ingrediëntjes. En ik denk dat dit 7 euro of zo kost. Dus gaan we dat hieruit squeezen, hè? En een nieuwe setup is nu ook dat mijn camera minder in het midden van de ringlight staat, maar daar zo'n beetje voor zit. Ik hoop dat dat gaat helpen met de oververhitting. En een beetje laten. Ik zie echt rood in de camera, dus ik zie super veel roder dan ik. Maar dat gaat dus weg, hè? No worries. En dan, de nieuwe primer die ik gekocht heb, is de Revolution Pro Matte Primer. En het is ook cruelty free en vegan. Ik let daar tegenwoordig altijd op dat dat toch. Allee, ik probeer zoveel mogelijk vegan te kopen. Pak dat 99% van de dingen die ik koop echt al vegan zijn. Toen zei, oh my god. Ja, dat is niet leuk, hè? Dit is een silicone-based primer trouwens. Ik vind dat dat nog altijd het beste werkt voor zo een huid met veel poriën als mij. Ik heb eigenlijk geminde huid, dus sommige plekken worden echt droger en andere plekken, zoals mijn neus, dat blijft altijd wel wat meer olie. Ik gebruik nu deze Wet n Wild Photo Focus foundations. Ik gebruik ze wel in de kleur Nude Ivory als soft beige, dat wat donkerder is. Dat ik zo, ik zit toch wat tussenin, vind ik. Ik ga liever een klein beetje lichter en dat ik het dan zo met bronzer wat opbronze, omdat ik te donker ga en dat het totaal niet matcht met mijn nek of zo, weet je wel. Dus ik heb wel een beetje zelf-tuner gedaan. By the way, hoe leuk is dit truitje? In het echt ziet je echt wel duidelijk dat het zo'n soort van
ja, zacht groen geel is en zo wat meer kaki tinten. Ik vind dat echt een keitoffe combinatie. Anyway, deze heb ik al wel gebruikt. Ik ga straks alles samenblenden, maar sowieso laat ik dat sowieso wat meer langs de buitenkant van mijn gezicht. Omdat, ja, ik ben een beetje aangekomen in de laatste jaren en ik vind dat dan altijd mooier als je dat een beetje donkerder houdt hier. Dan doe ik dat een beetje lichter hier zo, om dat een beetje naar voren te brengen. Ik ben niet echt dik of zo, weet je wel. Maar het minste gewicht dat ik zo aankom, of als ik zo'n klein beetje opgeblazen ben van weet ik veel wat, als ik me niet zo goed voel of als ik qua pijnstillers neem en zo, dan gaat het altijd zo direct naar mijn gezicht ook. En vooral hier zo vind ik dat dat serieus opvalt. En de double chin natuurlijk. Dat zijn denk ik ook echt zo oefeningsjes aan het doen tegen double chin en al. En dat is echt zo grappig. Echt zo... zo voor je kaken te trainen en zo. Omdat dat eigenlijk spieren zijn dat we niet zo vaak gebruiken. Zeker omdat ja... mensen, ja, wij koken ons eten en wij bakken dat en zo, en dat is allemaal zachter. Terwijl als je echt zo in het wild leren of zo, en je moest die dingen verscheuren, dan gebruik je dat veel meer, snap je? Als je een raar geluid hoort, dan denk ik dat tegen mijn schuif komt. Het is eigenlijk zo raar om dat in het Nederlands te doen, omdat ik zo gewoon ben van alles in het Engels te verwoorden, maar ik weet niet, dat komt altijd zo minder natuurlijk over en ik moet zo veel meer zoeken achter mijn woorden en... Ik voel zelf wat dat minder authentiek overkomt en ik zeg gewoon bepaalde dingen niet dat ik normaal gezien wel zou zeggen, gewoon omdat ik niet goed weet hoe ik dat moet verwoorden of het komt niet mee op omdat ik te veel aan het denken ben over welk woord dat ik moet gebruiken en zo. Even mijn spiegeltje erbij pakken. Een fancy, fancy spiegeltje. De laatste keer dat ik daar een Instagram tutorial mee maakte, was iedereen zo van, oh, dat is een keitoffe spiegeltje. En waar komt dat? Ik heb dat gekregen van een keilieve vriendin van mij. Ik zou ook niet weten waar hij dat vandaan gehaald heeft. Dus sorry voor het gewaar. Sorry voor alles. Vind ik iets wel dat dat zo te goede komt van... oh man, dat kietelt. Dat is echt een tip van mij. Als jij zo je make-up aan het doen bent en ineens kietelt er iets kaart. Pak iets met niet te veel oppervlakte en doe gewoon zo... ertegen. We gaan het minste damage doen. Dat is zo raar dat zijn. Ik ben ineens echt fijn. Dat je zo meer zicht hebt op de rest van je make-up als je zo je lippen zo terug vrij maakt. Ik ga dus geen zotte shizzle op mijn lips. Ik ga geen zotte shizzle op mijn lipjes smeren, maar deze is een Catrice Dewy Full Lips. Dat ik onlangs gekocht heb en dat is echt. Dat is echt heerlijk om op te smeren. Dat is zo'n non-sticky lipgloss en. Als je kunt zien, is dat echt in een leuk nude kleurtje. En dat is echt zo. Dat kost echt bijna niks. Ik weet wel niet of dat deze product van Catrice echt helemaal vegan is. Maar ik dacht van wel. Want tegenwoordig geven ze dat ook aan in het kruidvat. Dus echt wel tof. En hier zit dus Shea. Shut up. Wat is dat hier allemaal? Heb ik tussen mijn benen gestoken dat dat minder lawaai maakt. Lifehack. Deze kleur is nummer 040. Do you care? Yes, I care. Yes, I care. En mijn favoriete concealer nog altijd, ik had die verkeerd vast, is de Liquid Camouflage. Dit is de Liquid Camouflage Concealer van Catrice. Die ruikt ook gewoon zo proper. Ik weet niet. Ik doe niet te veel, want ik ben echt een beetje bang van concealer. Ik heb er vaak al eens wat te veel gedaan en dan... dat ziet er niet uit. En ze zeggen dat je zo in een V-vorm moet werken. Ik ga dat nu niet te lang erop laten voordat ik het uitblend. Dat waren we. Ja, het goede is dat gisteren ook officieel, ik heb even gevierd dat ik... gisteren ook gevierd dat ik 4 jaar niet 4 jaar in de missie ben, maar dat ik 4 jaar geleden mijn kankerdiagnose heb gekregen. En ja, I'm still here, bitch. Hey. Maar ja, deze dagen zijn niet echt zo super happy voor mij. Want er is echt a lot of shit went down
Er is echt veel gebeurd. Ja, het meeste is opgelost. Ik had zo wat problemen met... Oh ja, ik wou verhuizen naar mijn vriend en dat ging dan niet. En dan moest ik terug naar huis. En die zegt zo, ja... Maar eens dat dat al in orde was, heb ik dan mijn spuit gekregen in mijn rug. Ik heb een morfinespuit in mijn rug gekregen, omdat ik eigenlijk elke dag zenuwpijnen heb. En die doen serieus zeer in mijn onderrug. Dat trekt soms helemaal tot meer naar boven in mijn rug. En heel mijn... Even denken. Ik haal altijd links en rechts. En mijn links rechts, mijn rechterbeen. Nu ja, ik ben aan het lachen, maar dat is gewoon... Dat is echt niet leuk. Dat is echt mijn realiteit. De dokters hadden gezien dat echt mijn rug eigenlijk een beetje fucked up is. Ze hadden voorgesteld van een spuit te geven. Dat is eigenlijk een spuit, een soort speciaal een epidurale. En die gaat dan... waar het die zenuwen zitten, die gekneld zitten. Misschien bij mij het probleem is dat mijn tussenwervelschijf van onder, dat die quasi helemaal afgesleten is al. En het beetje dat er is, valt uit en dat wordt een hernia. En die hernia die duwt dus eigenlijk ja, op zenuwen. En... Dus ja, dat gaat sowieso moeten geopereerd worden. Is het binnen een jaar? Is het sneller? Is het later? Ik weet het niet. Ze gaan dat wel in doog houden, maar for the time being geven ze mij dus een morfinespuit. Dat is nogal heel diep in mijn rug. Ik had niet gedacht dat dat... Allee, ik ben al gewoon aan spuitjes en alles. Ik had niet gedacht dat dat zozeer zou doen, omdat zij zeggen dat dat op zich niet zoveel pijn doet. Omdat ze, ja, ze verdoven dat eerst. Want het is eigenlijk, ja, omdat dat daar bij die zenuwen zit, dat je enorm... Ja, ik heb enorme pijn gehad daarvan. Die eerste dagen daarna was ik helemaal pomp af. Ook waarschijnlijk van dat geregel en zo, dus ik weet niet of dat altijd zo gaat zijn. Ik gebruik nu trouwens de Pro HD Powder Contour Palette van Makeup Revolution. Dus in de kleur Fair. Omdat ik een bleekschijntje ben. Anyway, na die eerste dagen is dat echt wel serieus verbeterd. Zodat ik echt wel daarna kon zeggen van wow, dat heeft echt wel geholpen. Dat dat super fijn was. Daar ben ik wel dankbaar voor, maar het is nu echt weer aan het opkomen. En de volgende spuit is de 21ste. Dus. Oké, ik had net even een kleine intermissie, want het voelt dus zelfs uitgevallen zoals ik al had gedacht. Het is eigenlijk een camera die echt bedoeld is om zo lange tijd te filmen. Kort filmpje is oké, maar het is vooral om foto's te maken, maar ik was bezig. Ik had mij er straks ook nog een bezoekje gebracht. Die is zo echt zo eenzaam sinds mijn andere kat is overleden vorige week. Zo erg, en je kunt dat niet uitleggen aan die beestjes. Maar het is niet dat je dat kunt uitleggen dat het minder pijnlijk is natuurlijk. Want ik moet zeggen, ik mis hem elke dag zelf ook. Even diffusen. Like some shadow over here, maar toch niet zoveel. Anyway, mijn katerke Felix is dus gestorven aan een ziekte, aan een virus eigenlijk, dat gemuteerd was en dat noemt FIP. Het is een afkorting voor iets, want het klinkt grappig, maar het is echt niet grappig. Vorige maandagochtend kwam ik in de kattenkamer binnen van de katjes en echt op 10 verschillende plekken lag er kots. Dat was echt, ik dacht, wat is er hier gebeurd? En toen merkte ik al direct op dat Felixje reageerde amper op mij. En reageerde ook echt niet op het eten, wat al een grote red flag is. Want dat was echt zo eentje van al het eten dat er was. En moest het direct hebben. En zelfs snoepjes wou niet. En toen had mijn vriend dan thuis kwam in zijn appartement... hebben gebabbeld en die zei ook van ja, laten we afwachten. Je weet, wordt dan nog beter. We wisten ook echt niet wat er aan de hand was of zo. Ja, misschien moest hij gewoon iets uit zijn systeem krijgen, dus hij gewoon een beetje zwak van over te geven. Maar uiteindelijk moesten we er dan toch mee naar de dierenarts. Dat hebben we dan de volgende dag gedaan, want we hadden gezocht naar een dat van wacht was, maar we vonden zo geen informatie van terug. En dat was zo een nummerje dat je naar kon bellen voor dierenartsen van wacht. Maar ik weet niet, die waren echt zo fake als iets. Je vroeg keiveel geld per minuut. En dan stelde je ook zo nog iets voor dat totaal niet dichtbij was. En dan mega duur was. Ik had daarna tegen mijn dierenarts zei, dat die zei van ja, je kunt je eigenlijk altijd terecht. Je moet altijd naar je plaatselijke dierenarts bellen. Maar ik denk dat die sowieso wel, als dat echt een erge zaak is, gaat hij zo heel wat tijd maken.
En zo nu gaat hij ook wel zeggen van ja, dan lijkt een afspraak te maken voor de volgende dag. En dat is niet super, super dringend, is weet je wel. Maar hoe dan ook, hadden we hem niet kunnen redden met zoals vroeger naar een dierenarts te gaan per se. Want Fip is eigenlijk sowieso, dat is sowieso dodelijk. En ofwel had je de natte vorm of je hebt de droge vorm. En de natte vorm, daarbij kunnen ze echt overlijden in een weekje of een paar dagen tijd. Wat echt wel schrikken is. En bij de droge vorm kunnen ze nog dan een maand leven of zo. Ik heb ook een van mijn andere twee katten kunnen laten testen op Fip. En zij heeft het niet. Ik ben zo blij. Maar ja, die andere kat die is zo schuw. Ik ga echt zo de dag voordat we achter Ninja haar inenting gaan, moeten die haar poe een stokje steken en dat staaltje binnenbrengen zodat ze kunnen testen. Maar ik wil dat echt wel zeker weten, want oh ja, je geeft veel op die beestjes weten. Het is beter dat je dat op voorhand weet. Ik heb nu echt ook geen afscheid kunnen nemen van Felix. Dat was echt moeilijk, weet je wel. Ineens is dat beestje zo ziek en is hier weg. En dat was zo echt mijn oogappeltje. Als ik mijn make-up aan het doen was, dan zat hij nog zo altijd in de buurt en moest altijd zijn waar zijn mama was, weet je wel. En ja, ook nu is dat voor mij eigenlijk vrij moeilijk van even rustig mijn tijd te nemen en mijn make-up te doen of zo. Want ja, ik weet niet, dat is gewoon zo confronterend om hier te zitten en hij is er niet. Eigenlijk overal waar ik ga was hij altijd, behalve in de slaapkamer. Ik ga nu even dat oranje kleurtje hier pakken. En dan ga ik een beetje proberen op te warmen. Maar ja, dus we hebben binnen gedaan bij de dierenarts. De dierenarts dacht ook echt van, oh, dat is hier gewoon een virus of zo. Die moet misschien iets uit het systeem krijgen. Hij was echt een kort aan het maken. Maar zijn vacht zag er keigoed uit en zo. Dus het is niet dat hij... Ja, tot bij katten eet en zo, je ziet dat aan die vacht. En trouwens, even de Revolution. Even de Revolution Renaissance Glow aan het gebruiken. Dat is echt al used and abused. Zo ziet dat eruit en je hebt hier ook zo een koude contour shape. Dat is ideaal voor super lichte skin tones. En dan deze. Dat is echt een nice highlight. Maar ja, ik ga eerst even sprayen. Hè. De dierenarts zegt echt dat dat een virusje was bij Felix. En ze zei ook van ja, die maakt gewoon veel koorts. Daardoor voelt ze zich niet goed. Ze heeft een spuitje gegeven en dan zijn we misschien terug naar huis gekomen. Maar hij had nog altijd niet en hij beweegt amper van zijn bliksken af. Hij heeft er wel al iets meer het hoofd op en zo. Hij reageerde al iets meer op mij. Ik kneep ze op keilief zijn oogstjes toe. Maar ik merkte echt van, dit is echt niet oké. Okay. Dus dierenarts zei dan van ja... Ik denk dat het beste is dat ze hem hier in doog houden. Dus ze doen naar de dierenarts gedaan. En ze merkte maar gewoon de dag daarna van ja, die wordt slechter en slechter. Dan dachten ze aan katten-aids of kattenleukose. Er zijn natuurlijk nog zoveel andere opties. Maar ze merkte gewoon, ja, die gaat achteruit, die gaat niet vooruit. Ze wou weten wat dat was. En dan ik probeerde mij kalm te houden. Ik probeerde niet te panikeren. De volgende dag stond ik op en ik zag dat ik een gemiste oproep had, dus ik belde direct terug. En dan kreeg ik het verschrikkelijke nieuws dat Felix 's nachts om 2 uur was overleden. En daarna hebben ze dan getest en gezien dat het fip was. Maar ze konden echt niks voor hem doen natuurlijk. Tegen dan was het natuurlijk al te laat om iets te doen voor hem. En... ik wou gewoon dat ik nog een momentje had gehad om afscheid van hem te kunnen nemen natuurlijk. Ik ga nooit vergeten dat hem altijd zo klaar zat om te kijken van mama, wat zit je nu weer allemaal op je gezicht aan het smeren en aan het doen. Wow. Hij zag mij echt zo graag bezig. Ik ben wel blij dat ik hem dan zo nog dicht bij mij heb gehad de laatste tijd ook. Want toen ik echt heel ziek was en kanker had, dan... ik chemo natuurlijk en mocht je niet voor dieren zorgen, dat was echt hartverscheurend. Maar ik mocht ook echt niet voor mijn katten zorgen, dus die moesten dan naar andere mensen die die tijdelijk wou opvangen. En ja, ik kon die dan maar heel heel soms zien, dat was echt... ja, dat was wel terrein eigenlijk. Maar ik weet dat hij het toen ook goed gehad heeft, hij heeft echt een keigoede opvangmama gehad en hij was samen met Ninia daar. Hij
helemaal in het begin van mijn chemo kon ik ze nog wel zien. Toen ben ik ze ook gaan bezoeken. Totdat ik dan uiteindelijk uit mijn kot uit moest. Dus dan moest ik echt naar een opvanghalle. Ik had dan zo een oproep op Facebook geplaatst van alsjeblieft, kan je dan mij helpen? Ik kan daar echt zelf niet voor zorgen, alsjeblieft. Dat was een beetje te veel hier. Dan zie je de glow, echt waar. Het is echt zo'n goede eyeliner. Let's do the brows. Ja, de afgelopen week was ik echt zo. Het was echt gewoon heel moeilijk om daarmee om te gaan. Want ik zie die echt. Ja. Voor mij is dat echt mijn babytje, hè. Dat is zo'n deel van mijn leven. Ik ga de Peaches and Pearls Pomade gebruiken. En deze is in de kleur Winnie. Dat is een beetje een warmer bruin. Ik heb dat gekocht toen ik dacht dat ik lichter ging gaan met mijn haar, maar ik ben donkerder gegaan. Goeie bal. Ik zou opmerken dat andere YouTubers zo vaak. Veel geanimeerder spreken, maar ik word gewoon zo kalm om make-up te doen. Dat ik vanzelf zo. Ik weet niet, ik word een beetje relaxed. Dat was wel anders de afgelopen week, maar nu voel ik me echt zo terug. Relaxed. Het is trouwens zo'n awesome brush. Dat is die Buggy Brush. Ook van Peaches and Pearls. Ik weet dat die producten niet echt zo goedkoop zijn. Terwijl ik meestal zo echt wel affordable products gebruik. Tenzij ik ze echt win of zo of krijg. Of... Maar. Ik ben echt wel. Dit is ook gewoon zo een fluffy formula. Zo zacht om aan te brengen, weet je wel. Soms hang ik dan droogt dat zo snel uit en dan moet je echt zo drukken en dan krijg je daar van die hevige strepen. Maar deze is echt zo makkelijk en zacht op te bouwen. En het blijft ook echt wel goed. Ik ben zo niet super perfectionistisch bezig momenteel, maar zo vooral de kleur al die geven. En dan ga ik nog kleur gebruiken. Ja, het is er al af, maar het is van Makeup Revolution en het is in medium brown. Kijk, en deze is echt, dat is hard. Het is wel uitgedroogd. Ik ga dat doen werken eigenlijk. Dan doe ik zo. Hier heb ik dat veel dik gemaakt. Kijk eens, ik heb nu de Catrice Camouflage Cream gepakt. Dit is zo'n creamy concealer. Ik gebruik dat echt niet graag op mijn gezicht, maar wel voor mijn wenkbrauwen zo. Zoals je kunt zien, kijk, dan kun je echt nog die vormen aanpassen. Het ziet er ook gewoon zoveel cleaner uit. Zoals je kunt zien ook. Zoals je kunt zien. Deze behoud ik ongeveer die vorm. En deze dat dik ik wel aan. Voor de rest doe ik eigenlijk niet al te veel. Maar vooral hier aan die arch. Aan de wenkbrauwboog hier. Dus dan ga ik hetzelfde doen aan de andere kant. Ik heb er al veel meer van. Ik heb veel te veel gepakt. Dus is er eigenlijk niet zoveel aan het in mijn leven. Maar... Omdat ja, ik leef met dagelijkse pijnen. Ik leef dus met die zenuwpijnen zoals ik vertelde. En ja, dat zorgt er ook voor dat ik veel niet kan doen. Na de dood van Felix moest ik echt even het huis uit. En ik kon dat echt niet verdragen om echt een hele dag hier te zijn. Omdat ja, als ik weet, dat is gewoon mega confronterend. Dat was mijn arm, I swear. Dus ik was wel blij dat mijn pijn dan nog wel meeviel. Dat ik zo van links kon maken. Nee, dat is al laat. Echt waar, de tijd vliegt als je aan het opnemen bent. Ik weet dat ze zeggen dat dat is wanneer je plezier hebt, maar... Volgens mij dat toch ook als je aan het filmen bent. En dan pak ik terug die camouflage cream concealer. En ik doe eigenlijk echt zo... Ik pak echt een klein beetje. Passen bij elkaar. En dat is wat telt. Soms dan gebruik ik ook gewoon nog zo'n donkere, dit is een zwarte brow pencil van Colourpop. En je kunt dat echt zo nog bijvoorbeeld een beetje gebruiken. Oh, wow. Ik dacht van, ik wil hier een beetje meer schaduw. Of dat vind ik nog een beetje te licht. Ik
Mag ik dat graag gewoon zo nog eens een keer. Over. En aan de andere kant zit er een spoelie. Een mini spoelie. Daarmee kun je gewoon zo die haartjes nog een klein beetje toegooien liggen. Ik heb trouwens nog een keitof productje opgestuurd gekregen van Peaches & Pearls. Het is echt keigoed voor als je dikke wenkbrauwen van je eigen hebt. Noem Miss Honey. Het is eigenlijk zo'n beetje gelijk een zeepje, weet je? Dat waar je zo... Als je een gel voor je wenkbrauwen zou willen, wel, deze is het. Je maakt dat een beetje nat en je gaat over je wenkbrauwhaartjes en die blijven op dezelfde plek liggen. Maar het ding is bij mij, omdat ik zo weinig wenkbrauwhaartjes heb, als ik dat eerst gebruik en ik die helemaal... Dan pakken die allemaal tegen mijn vel daar. Als ik dan weer iets anders over ga, dan zal het crumbelen. Ik vind het niet zo goed werken voor mijn vrouwen. Maar het is ook goed voor je haargroei. Dus sowieso doe ik dat s'avonds nog eens extra aan mijn wenkbrauwen als ik mijn licht gekuist heb. Ik zal gebruiken als finishing touch, zoals je zegt van oh my god, dat haartje, die haartjes werken echt niet mee ofzo. Of je wilt dat begin van je wenkbrauwen een beetje meer bushy. Dus basically pak ik gewoon een setting spray, die je in het venster gezien, maar dat gaat het toch niet zien. Eén keer sprayen. Het zat er van die hele kleine spoelietjes bij. Deze heb ik zo scheef gedrukt. Dat is eigenlijk makkelijker gewoon om zo te werken dan als je ja, zo moest werken. Dat is wat dat zij zei, dus that's what she said. Gaat er dus gewoon zo over. En dan zit je daar een klein beetje op in hangen, of het echt niet veel te zijn. En dan... Ik druk dat niet op mijn vel. Ik zie gewoon dat ik daar boven blijf. En dat je zo die haartjes zo meer kunt liggen, weet je wel. Hier van voor ook. Dat is al een beetje meer je textuur te maken. Ik zal het zo zeggen. Als je daar zo over gaat, dan voelt je dat dat zo olieachtig is. Het ruikt echt wel naar zeep. Dat is kei grappig. Als ik zo echt vind zo dat er bepaalde delen niet goed opgevuld zijn, durf ik wel nu eens te zeggen van kom, ik ga dan een keer over met zo wenkbrauwpoeder. Of als ik echt zeg van ja, ik doe een ooglook en mijn huid is al wat vettig. Ja, het is moeilijk van daartussen die vettigheid weg te halen. Dus dan durf ik ook een beetje wenkbrauwpoeder daarop te doen. Je kunt eigenlijk ook gewoon oogschaduw gebruiken. Maar... Welkom op mijn kanaal, mijn naam is Jessica. Dit is een ander soort poeder dat iets makkelijker voor jullie in verspreidt. Maar je kunt even goed oogschaduw gebruiken ofzo. Ik vind dit gewoon echt een makkelijk setje. Er zit ook zo'n klein brushje bij. Zo'n easy for on the go. Dat is ook wel een aanraderke. Maar dat ga ik nu niet gebruiken. Het kan zijn dat ik het nog wel gebruik voordat ik de close-up foto pak straks. Zo, dit is het einde van deel 1 van mijn Get Ready With Me voor deze look. Ik hoop dat jullie uitkijken naar deel 2, waarin ik toon hoe je met de Boss Mood Palette deze ooglook krijgt. Dank jullie wel om te kijken naar mijn kanaal. Vergeet niet te subscriben en ook op de notification bell te drukken om de notificaties te krijgen, uiteraard. See you next time. Bye bye.